in Duiders. Hier van 100 kilometer, als ik het zo doe, 100 kilometer, maar 400 kilometer. En die kom. Films allemaal. Ja, maar goed, zelfs om het van de andere tijd. Ja, maar hoe oud is die? Als jongen gespeeld of als jaren aangeleerd? Nee, geboren als jongen en als jaren. Ja, jongen, hoeveel keer? 3, 4 keer? Als je naartoe of met een meneer? Nee, gewoon inderdaad. Ja, en dan had hij redelijk gelopen. Ja. En dan heb je maar jaren gespeeld, dus je bent teruggevallen. Ja, maar als jongen daar heeft hij 2 keer heel goed gespeeld. Dat kind ook niet. Ja, hij heeft 2 keer aan. Ja, maar dan moet hij eigenlijk boven zijn kunnen als hij toch te jong is. Maar hier zit een lijn achter. 20 teletext. Als duif, beste duif van Nederland. Komt deze van meneer Koopman of van de heer Spelers? De Mr. Amerveen, de Lei, won kleine Dirk zit erbij. Ja, Dirk. Geef mij even de ring. De 60 meter. Nee? Maar dat is een explosie daar. Ja, dat is een explosie daar. Dat is een goeie. Maar je hebt een andere manier. Heb je maar één voer? Doen we dat op een andere manier, dan doe ik zie je dadelijk eens bij elkaar zetten als je het wil. Zet ik die 2 koppels bij elkaar, dan kan je die oude rakken staan om de seizoen met de jonge duiven onder elkaar te leggen. Ja, dat doe je niet vooruit. Dat doet hij al. Hé, maar dat was ook mooi. Ik doe dat voor de jeugd graag. Hè? Want bij mij is het zo, als ik ergens op een bord aan een afdeling en zo, jeugdleden hoeven bij mij nooit te betalen. Dus als ik thuis. Dat is bij mij iets voor de jeugd, want je neemt geen kinderen geld af bij de duivensport. En dat hoop ik ook dat dat bij de ouderen in het oor klinkt. Een jonge jeugd moet geholpen worden. Dat wil zeggen, hij moet niet gestroopt worden, hij moet niet uitgebuit worden, hij moet geholpen worden. Nou, hij moet hier goed geholpen worden. Ja? Ja? Dat is mijn bedoeling voor dat, wat ik bedoel. Ja, ik had het al gezien. Wat wil je nou lachen? Kijk, dan laat ik je naar een jong piepertje zien. En die heeft jullie allemaal een beetje pijn gedaan deze keer. Een jong piepertje die bij de 1 of 2 kampioen in de vereniging zit. Nou, deze is nog niet losgegooid. Nou, deze nog niet. Ja, deze wel. We hebben alleen niet geklopt. Oh, daar niet. Maar geklopt. Hij is wel super goed afgekomen. En de vader van deze is jullie beste gastduif op het hok. En dan alleen niet meer. Ja, kijk, dat is het. Als een duif niet gespeeld is, dan moet je toch zeggen wat de vader, anders ga je een duif niet doorhouden of wel door. Ik zie dan toch de vader, hij komt uit de groene, tot het een laadje is voor die jongen, toch een heel iets. Speel je hem het volgend jaar, hij laat jou niet in de steek. Dat is een duif die volgend jaar met weinig komen, toch 9 tot 11 prijzen toch niet. Dus je weet wat niet op vakantie, niet. Nee, een duif hoef je niet vaak. Dat zeg ik ook al wel. Een goeie die geboren wordt, een goeie, hoef je maar 3 keer weg te brengen. Dat wil zeggen 10 kilometer, 20 en 50. En dan kan je hem wegbrengen. Een goeie die komt dan al, jongens. Je hoeft niet 30 keer weg te brengen. Een goeie heeft het dan al. Ik schrijf aan de top. Super. En dat wil zeggen, als jaarling en als 2-jarige wordt dat een van je beste op het hele moment. Ja, ik weet het zeker. Wel gespeeld als van je mag? Ja, deze is wel. Is deze wel gespeeld?
de moeder van die Shani met deze waren twee zusjes. Moeder van die Shani met deze moeder van deze waren twee zusjes. Charlie is van die andere film. Die sportvriend die lacht me nou een jonge duif. Als hij gespeeld is met de jonge, wij praten altijd met de jonge duiven zeven vluchten. Als jullie hem 13 keer gespeeld hebben met de natuur erbij, is dat wat anders. En wij praten over jonge duiven zeven vluchten. Als die verduist, jullie spelen met de natuur, dan heeft hij 10-11 prijzen gevlogen. Heeft hij 2 keer bij de top 5 gezeten in de afdeling. En is bij de 3 beste kampioenen van die jongen. Nee, dat niet. Doe het even zelf, ik ben aan het vinden met mij. Maar kijk. Nee, niet. Ik heb nog een goede als je wil. Cola. Cola, biertje. Moet je nog, Michel? Cola, cola. Ah, ja, cola. Ja. Ja, een bier. Ik moet straks weer, ik mag het wel drinken. Ja, is deze duif bij meneer gekomen waar jij erin zegt van, nou daar kom ik nou bij langs en dan krijg ik toevallig uit 2 duiven die de vader in China al had. Ik hoef geen naam te noemen. Maar jong, luister, ik wens jou veel succes. Maar als je wil verkopen, neem je mee. Geef me 150 euro. Ik wil je in Duits afkopen, ik wil je nog in Duits spelen. Ik geef je daar 25 euro als je niet verkoopt. Heb je 25 euro verdiend, hoor. Maar je hebt wel een knom bij je. En als je hem goed bewaart, ik weet niet of je hem met de kweek direct zet, maar hij is uit een van de beste duiven die ooit in Nederland gevlogen hebben. Durf je maar te zeggen of niet dat je met hebt? Ja. Zeg je dit? Tom, die heeft Ecuador. Dat is een 50 plus 50 plus. Als je hem verkoopt en je geeft hem aan meneer Kerman terug en je zegt dan aan de kamer aan meneer China, krijg je in China van deze 2000 euro. Dus zulke goeie. Ja? Ik kom uit Jan zijn allerbeste twee duiven die Jan op het hokje. Ik ken die duiven. Ja. Bles. Ik heb deze als bij de 3 beste jonge duiven die ik vandaag hier gezien heb. Ik heb er ongeveer 20 gezien, jonge duiven. Maar hij hoorde bij de 3 beste. Dus nooit wegdoen op die kweekhoop of die je moet jezelf weg. Maar hij is een top voor die kweekhoop. En dit is een duif die ook van goede aard. Maar die andere was met zijn eerlijk. Ik ben eerlijk, ik ga je niet opnemen. De andere was met eerlijk. Ik vond 6,18. Inflatie. Hij is liever in 35 plus plus. Dus hij is op de vlak in de iris. De verkenningscilinder is te smal. Dus hij heeft vliegen kan je luiten, vliegen als je baan prijzen, maar het zal nooit een uitdrink worden. Dus ik zou zeggen, leer ik je nou aan. Ik vind het mooiste als ik benodigd krijg. Als ik de beste duiven krijg,
vind ik, leer ik, maar ik vind dat, dat trek ik me een beetje op aan de duiven. Als ik slechte krijg, is het voor mij niet leuk. Net nu heb ik echt de goede. Ik vind het fijn dat jullie vanavond de beste duiven meegenomen hebben. Voor mij is dat ook iets anders. Ben je niet anders? Nou, deze heeft ook niet pas. Hij heeft een verkenningscirkel die in de loop 6-7 mm breed is. Hij laat 6 keer de LG zien, maar 34-35 GHz. Dat wil zeggen een hele snelle, optimale snelle. Dus die moet provinciaal, nationaal topvliegen werden. Dus dat is een kenmerk dat ik het al lees. 731, die wasduif in de aanbeveling is, een heel groot verband in de provinciale op de teletext. Dit zijn duiven waar iedereen van droomt, jongens. En je mag eens kijken, als we over kwekers praten. Twee vingers brede zwarte band. Donker, donker zwart. We hebben het over die met die Griekse ijs. De zwarte band loopt aan zijn duim. Deze duif ben je niet verplicht met een kras te doen. Hier mag je ook die blauwe nog gebruiken. Is de blauwe band tot hier en dit stukje terug, ben je verplicht om kras te gebruiken. Ik laat deze sportvriend even kijken of hij zijn ogen wat hij laat zien en je kent hem naar een grote zorgen. En dan komen we hier kijken, dan zie je hier, en dan zie je hier, 2 kruisjes staan, 2 x'en. Dus hij is een blauw duif, wit factor, maar hij heeft de zwarte band tot onderaan zijn duim, dubbele x. Hier kan je alle duiven opzetten, hij kweekt met alle duiven. Ik weet niet of Jan een gespeeld heeft, maar aan zijn body, afkom, een duif die ik zou meenemen, eentje waar de ouders de beste van Jan zijn, de beste kweekkoppel is deze uit bij Jan. Hier zijn vele goeie al uitgeboren. Dit is een nieuwe teletextduif voor Jan. Achter 2 jaar zullen jullie zien dat deze duif bij de asduiven nationaal niveau 2-3 keer teletext ligt. Deze is een duiver bij Jan het allerbest. Als ik eentje mee moest nemen van Jan nou, nam ik met deze mee. Want dit is bijzondere klasse, jongens. Iedereen wenst zich zulke duiven. 3 kettingen. Grandioos. Grandioos. Nou staat de kamer niet naast me, dus voor mij is het nou niet duif. Ik moet tussen een zitten, ja. Maar je moet veel mensen zeggen altijd Jan, het is nee. Ik keur nog de duif niet voor Jan, maar voor de volgende duif, hè? Ja. Ja, dan komen we tegen de duif. Hier zit bij Jan de 4 asduiven waar hij best van Nederland tegenwoordig wordt. Top! De afstand is grandioos. Ja, ik lees anders. Ik lees hier de geschiedenis bij Jan. Hier zit 3 keer nationaal asduif van Nederland. Bijzonder klasbak. Hij is nog niet helemaal klaar, dus we weten wat klaar betekent. Hij gaat nog in de iris. Verkenningscirkel heeft al breedte. Hij heeft een anderhalve ketting zichtbaar. Dat kan ik op die as 15, 20 jaar oud is, dat hij 2,5 ketting laat zien. En dat is nu nog niet helemaal breed, dus het oog laat niet alles zien. Dat hij nog niet klaar is. Dat is een laatje op. Het is een 50 ja. LG, 2 zetten met een plus, want ik vind hem achter ietsje slap. Jan is eerlijk en ik ben ook eerlijk. Ik vind hem achter iets te weinig, dus hij krijgt bij mij geen top. Eerlijk zijn. Ik ook.
hier heb je een duivengeschiedenis. Alle duiven die de onderste witte pen van de staart laten zien, die laten je de vlag zien. Van de 10 duiven die je hebt, die dit hebben, zijn altijd een paar goede van. Dus de onderste staartpen is een witte. Ze laten je de vlag zien. Er zitten heel veel goede duiven onder. Pak die andere even terug. Pak die andere even terug dan. Die dood niet maar. Ja, die heb je dood. Die 35. Waar de toekomst zeker van is. Die komt ook. Die komt bij de lijn. Die komt bij de Che. Daar zitten de beste duiven in. Hij kunt al echt op vroeg. Ja. Ook van Nederland. Dit is niet al zo'n beetje. Ik heb 10 minuten voor Sneeuwhoek. Twee Olympiade, twee. Ja, dat zijn duiven die telen als vliegen. 50 plus 50, dubbel LGLG3 zetten, drie kruisjes. Voor de toekomst in grandioze kweker. Ja. Sport vinden als je duiven wil bekijken en voelen. Dit zijn duiven, Olympiade duiven, nationale asduiven. Dit is het allerbeste wat Janssen ook heeft. Ik zie toch de laatste twee zijn duiven, als deze in China terecht zou komen, had met deze ogen, mensen klikken internet aan, ze zitten als haaien eroverheen. Dit zijn duiven, drie kettingen. Als ik een lijst met mijn oordeel naar China laat gaan met zo'n duiven, 4.000-5.000 euro bieden ze gewoon op de lijst als ik ze zo gekeurd heb. Maar deze duiven staan op de foto. En dan zet die Chinezen zetten alles op. Voor 1 of 2 van zulke te krijgen, dat is 5.000-10.000 euro die we hebben. Hij is asduif, kampioen van het hele rayon, bij de beste top van Nederland. Ja, ik weet het niet, want ik ken hem toch alleen. Maar ik wil naar buiten wat hij van mij vraagt. Super. Echt waar. Je mag mij no meegeven. Nee, de kleine kinderen zitten in de wand, vriend. Ja, zie ik al. Hou je op? Dat is mooi. Is dat nog een goede idee? Dat is ook een goede idee. Ja, ik knal hier niet voor niks aan. Stop het met mij in. Nou, dan worden bolletjes verkocht. Ja, jongens. En dan heb ik juist de andere van drie lofgen gesproken. Deze komt niet van nationaal. Een bijzonder klaspak. Ja. Nou, ik zou dit zien. Heb je er nog meer van zoiets? Dit is de 761. Eentje die zich hier eentje neemt, leeft hier uit een asduif van het samenspel. Asduif, groot verband in de hele afdeling, maar ook in het provinciale. Twee keer het eerste gevlogen. Van duizenden zijn. Niet geloven? Jongens, niet waar. En dan heeft hij dat allemaal. Dit zijn kroon. Is uit jullie allerbeste. Dit is uit jullie allerbeste. Hier is uit de Olympiade en die allemaal niet. Dat zijn jullie toch. Je mist in de jonge duiven. Sorry? Ga je ook niet bij de zin? Ja, maar dan zijn het uit jullie beste. Dit zijn de duiven uit jullie allerbeste. Kijk, ik neem aan dat jullie ze spelen. Zo'n duif, dan moeten we niet de kamer. Iedereen die zulke duiven heeft en die speelt ze, zijn jullie beste.
dit zijn uit jullie allerbeste toffers die jullie hebben gezegd. Je laat me nou duiven zien, maar je wilt nog een bevestiging hebben. Zijn we de topkwekers van de toekomst? Ja. Dat is jouw bedoeling al, hè? Maar als ik deze moest nemen van meneer Kamer, of welke grote jongens van jullie hier deze duif speelt, die missen niet. Deze missen niet, want die hebben wat ik zie. Alles wat daar...